Een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. Hoe doet u dat? Dit is Theo. Theo kreeg een auto-ongeluk. De politie onderzocht het ongeluk niet en maakte dus geen proces-verbaal op. Daardoor kreeg Theo zijn kosten niet vergoed van zijn verzekering. Theo dient een klacht in bij de politie. Zij weigert alsnog onderzoek te doen en een proces-verbaal op te maken. Theo dient een klacht in bij de Nationale Ombudsman. Dat kan op 3 manieren. Telefonisch, digitaal of schriftelijk. Theo vult het online klachtformulier in en stuurt dit naar de Nationale Ombudsman. Samen met een kopie van zijn briefwisseling met de politie. Medewerkers van de Nationale Ombudsman kijken of ze Theo's klacht mogen behandelen. Zo nee, dan verwijzen ze hem door. Gelukkig mag Theo's klacht behandeld worden. Dat kan op 3 manieren. 1. Interventie. De Nationale Ombudsman gaat in gesprek met de politie. 2. Bemiddelingsgesprek. De Nationale Ombudsman regelt een bemiddelingsgesprek tussen Theo en de politie. 3. Onderzoek. Of de Nationale Ombudsman onderzoekt de klacht en schrijft een brief of rapport. In Theo's geval gaat de Nationale Ombudsman in gesprek met de politie. Binnen 3 weken krijgt Theo goed nieuws. De politie wil met hem praten over een vergoeding voor zijn kosten. Hebt u ook een klacht over de overheid? Bel ons dan gratis op werkdagen tussen 9 en 5 uur. 0800-3355555 of ga naar onze website. Hier vindt u het klachtformulier. www.nationaleombudsman.nl